Heb je zo les? Gelukkig kun je jouw lesrooster inzien op Schedule. Ga naar mijn.saxion.nl en klik bij Mijn Apps op de tegel Schedule. Om de taal aan te passen, klik je linksonder op jouw naam of code. Bij taal selecteer je de taal van jouw voorkeur. Deze wordt direct toegepast. Met de knop Selecteer bronnen kun je de academie selecteren waar jij de roosters van wilt zien. Het hoofdmenu vind je links. Om je rooster in te zien, kies je hiervoor Rooster. Om een rooster op te zoeken, klik je op Kies rooster. Typ in het zoekveld je klascode. Selecteer jouw klas. Het rooster wordt dan direct als voorbeeld weergegeven. In het rooster zie je bijvoorbeeld de lesnaam, docent, groep en het lokaal. Wil je meer informatie over een les? Klik dan op de les. Aan de rechterkant worden de details weergegeven. Wil je meerdere groepen tegelijk in beeld hebben? Dat kan. Zoek en selecteer dan meerdere klassen. De roosters van de geselecteerde groepen worden nu in één rooster weergegeven. Heb je jouw keuze gemaakt? Klik dan onderaan op de pagina op Rooster opslaan. Jouw vooringestelde rooster blijft hier zichtbaar. De weergave van het rooster kun je hier aanpassen. Bekijk het rooster bijvoorbeeld als een lijst of per dag. Je kunt wisselen van week door op de pijltjes te klikken of door in de kalender op een datum te klikken. Je kunt ook meerdere groepen apart weergeven door voor iedere klas een rooster te kiezen en deze op te slaan. Je kunt jouw rooster van naam veranderen, wijzigen of verwijderen door op de drie puntjes achter het rooster te klikken en te kiezen voor Bewerken. Klik bovenaan op de drie puntjes om de naam te bewerken of het geselecteerde rooster te verwijderen. Je kunt dan ook een andere klas selecteren, maar vergeet het rooster dan niet op te slaan. Naast het rooster van jouw klas kun je ook het lesrooster van de docent inzien. Zoek en selecteer de docentcode bij Kies rooster. Ook hier kun je wisselen van weken. Je kunt ervoor kiezen om het rooster op te slaan of het rooster af te sluiten. Om te zien welke docentcode bij welke docent hoort of andersom, kun je deze opzoeken in de zoekbalk op Mijn Saxion. Kies in de zoekbalk voor Short Name Finder en vul de docentnaam of code in. Nu weet je in de notendop hoe je jouw rooster kunt raadplegen. Veel succes!